Oké. We gaan het weer hebben over de drie hoofdstranden van vorige week. Ik wil er nog dieper op ingaan. En ik wil nog even één keer van jullie weten wat ook alweer de drie stromen inhielden. De eerste. Dieper dan eerste. Ja. Die wilde meer vrijheid. Klopt. En nog wat? Oké, in ieder geval meer vrijheid, dat is inderdaad, Kimberly. Nou, die wilde toch dat er zeg maar meer openheid was met openbare basisscholen en dat soort dingen. Ja. Dat is helemaal goed. Meer, welke voor? Openbare gelegenheden. Ja. Kiesrecht. Ja, daar waren ze maar ook wel uitvinden van de kiesrecht. Ja, dat is inderdaad goed. Socialisme. Er zit een belangrijk kernelement in, hè? Nou, sociaal. Bakker. Sociale wetten. Het woord eigenlijk sociaal, maar het is goed. De overheid moest zorgen voor de zieken en zwakken. Ja, heel goed. Overheid zorgt voor de zieken. Je hoeft niet meer gelijk te antwoorden, je kan gewoon 10 seconden kan je van naam nemen. Gelijkheid. Nou, dat is het wel zo'n beetje socialisme. Conservatisme. Wie weet dat dan ook weer? Waar? Geloof. Geloof zit erin, ja. Klopt. Veel veranderen. Nee, alles blijft veranderen. Ze wilden dat alles bleef zoals het was. Niet tegelijk. Alles bleef zoals het was, hoor ik. Het liefst zo weinig mogelijk. Het liefst zo weinig mogelijk veranderen. Want moet zijn er weinig. En ze wilden aparte dingen voor katholieken. Kimberly, sorry. Ja, ik zei zeg maar dat er ze aparte dingen wilden voor de katholieken. Ja. Naar eigen scholen en zo. Dus bijzonder. En ze hadden ook een eigen geitenvereniging. Maar hoe noemen ze dat, hè? Die eigen vereniging. Ja, en die. Nou, dit is mooi aan doorgedrongen. Dan ga ik door even met een PowerPoint. Even de aandacht. Ga ik door met een PowerPoint. En dan heb ik een aantal standpunten. Dan moeten jullie kijken tot welke stroom dat behoort. De standpunten die van de politieke partijen waren bij de campagneverkiezingen. En dan beginnen we daarmee. Eerst standpunt. PvdA vindt dat de integratie van nieuwkomers en migranten prioriteit verdient in onze samenleving. Nederland is een westers, multicultureel land waarin iedereen een gelijke kans krijgt en meedoet. Welke stroom wordt dat? Socialisme. Goed zo, socialisme. En waarom socialisme?
Maar het is dan eigenlijk socialisme, want dat geldt voor alles toch? Het geldt voor alles, ja, het geldt voor alles. En die alcoholwet, die geldt ook voor iedereen, maar je weet of je natuurlijk bent of niet. Nee, dat klopt, dat klopt. Ja, maar alle partijen willen die alcoholwet. Ja, maar hier staat dan de laatste zin. Ouders hebben hierin de eerste en grootste verantwoordelijkheid. Ze geven de verantwoordelijkheid aan de ouders. Juist. Dit is een stelling van de VVD. Dit is liberalisme. Hier staat, ouders hebben hierin de eerste en grootste verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Dat is liberalisme. Hè? Snap je nu? Ja. Ja. Oh, goed. Ons standpunt. Ons verstandig financieel beleid moet ervoor gaan zorgen dat de economie blijft groeien. Daardoor... ieder belastingbetaler zorgt daar indirect voor dat de economie dus blijft groeien. Doordat de economie gaat groeien, zorgt het automatisch voor werkgelegenheid. Dus hier zeggen ze van, nou, dat is een financieel beleid en daardoor moet de economie zelf maar gaan groeien. En daardoor komt er zelf werkgelegenheid. En de eerste verantwoordelijke die daarvoor verantwoordelijk is, is de belastingbetaler. Waar hoort dit daarbij? Deze standpunt. Ja, waarom liberaal? Die wilde meer voor de arbeiders doen. Die wilde bij de burgers leggen in plaats van bij de overheid. De overheid zegt zo min mogelijk. Ja, inderdaad. Er staat ook, de economie moet zelfstandig gaan groeien. De belastingbetaler betaalt daarvoor. De economie moet zelf groeien. Daardoor komt er zelf werkgelegenheid. Daardoor gaat automatisch... En de werkloosheid daalt. En dat is eigenlijk echt liberaal. De mens leeft niet alleen bij brood alleen. Oh ja, trouwens, de vorige stelling was ook van de VVD. Te midden van hectiek, van alle dag. Een dag van rust voor iedereen een zegen. Niet in het minst van kleine ondernemers in Nieuw-Kleins, die door de zondagsoverstelling vaak niet meer kunnen opboksen tegen grote winkelketens. Ook voor winkelpersoneel is de vrije zondag een verademing. Conservatief. Ja, en waarom conservatief? Omdat ze denken over zondag, hè? De vrije zondag. Ja, zondag is de kerkdag. Heel goed. En dan is de laatste. Nederland is een moderne democratie met een moderne monarchie. Wij zijn trots op onze oranje monarchie. De huidige staatsrechtelijke verhoudingen willen we graag zo houden. Nationale feestdagen als Koningendag en de viering van 4 en 5 mei moeten blijven. Waar hoort die bij? Conservatisme. Waarom conservatisme? Omdat ze het gelijk houden. Hetzelfde. Ja, dat is van de CDA. Nou goed. Top. Oké, dan heb ik nog een... Wie was deze koning? Willem II. 1, 2 of 3. 1, 2 of 3, ja. Willem II. Nee, Willem de eerste. Staat ook eigenlijk ook in je boek. De derde. Nee, niet Willem. Hij heet... Alle oude mensen zien het zelf uit het verschil bij. Nou, geen Willem II. Ik zou als stuk gaan als jij daar stond. Met zo'n cape. Ik zou het zo gek zelf. Ja, het is Willem II. Willem II. Ze hebben de opname stil kunnen zetten. Nee, zeker? Ja, ja. Oké. Willem II was eigenlijk heel conservatief, hè? Wat was hier aan de reden voor dat Willem II zo conservatief was? Hij wilde de regelgeving houden zoals het was. Ja, en wat voor regelgeving? Hij wilde zijn macht houden. En... Ja, dat klopt, inderdaad. Nog iets. En waarom? Hij wilde zijn macht houden, dat klopt, inderdaad. En dan heb je iemand nog een andere toevoeging waarom... waarom hij eigenlijk... Heel populair zijn. Ja, dat wilde hij sowieso. Ja, hij wilde sowieso populair zijn en daardoor wilde hij ook zelf de macht houden. En
Waarom wilde hij nou alleen heersen? Kimberly. Opletten. Ja. Waarom wilde Willem de tweede alleen heersen? Wat was de reden daarvoor? Nou, hij wilde zelf alles bepalen. Ja. En iemand anders nog een andere toevoeging? Hij respecteerde de grondwet ook niet. Hij respecteerde de grondwet niet, nee. Inderdaad. En uiteindelijk ging hij erin mee omdat hij anders dacht dat hij zeg maar alles verloor. Ja, dat klopt. Dan komen we zo. Dat is een heel goed punt. Toen kwam Willem III als koning. Nog een keer? Toen werd Willem III koning. Ja, klopt. Maar zo ver zijn we nog niet. Hij wilde alleen heersen. Maar wat Kimberly zei, daar komen we zo meteen nog op terug. En de grondwet, wat gaf die grondwet? Wetten. En wat gaf de grondwet aan de burgers? Zeggenschap. Zeggenschap, inderdaad. Toch werd Willem II in één nacht, conservatief en liberaal, in één nacht. Waar heeft hij denk je over? Hij wilde in één nacht, had hij zoiets van... Oké, de grondwet moet er komen. Wat had hij gedroomd, denk je, Sander? Over de revolutie. Ja, misschien ook met Franse... Ja, je zit in de revolutie, dat is heel goed. Is heel goed hij wou dat er geen revolutie kwam ofzo. Hij wilde, ja, want hij was? Hij was koning. Hij was koning, maar hij was bang, hè? Hij was angstig. Hij was angstig. En daarom zei hij tegen Thorbecke, nou jongens, de grondwet moet gewoon komen. En zo gaf Willem II dus zeg maar aan de Thorbecke de opdracht om de grondwet te schrijven. En uiteindelijk overleed hij in 1849. Klopt. En wie werd toen de koning? Willem III. Wat was Willem III voor koning? Grondwet is eigenlijk van welke stroming is de grondwet nou? Dat is het, van de liberaal. En waarom van de liberaal? Nog één keer, wordt er nog één keer horen. Elrik. Wel opletten, Elrik. Wat was de vraag? Waarom was de grondwet zo liberaal? Omdat het zeg maar meer de mensen niet kiezen. De koning kreeg minder macht en de burgers kregen meer vrijheid. En wat was de functie van de koning naar de grondwet? Helemaal niks meer. Wie had nu de burgers hadden natuurlijk zeggenschap, hebben jullie al genoemd. Politiek. Ja, de politiek. In Engels zin het?